Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Goudkort, een initiatief van Gold Republic. Mijn naam is Bart Brands. Ik ben de edelmetaalspecialist bij Gold Republic en ik begin even met één korte mededeling. Mijn collega Alexey Jordanov heeft onlangs een ontzettend mooi gesprek gehad voor het Engelse YouTube kanaal van Gold Republic met niemand minder dan Arno Wellens. Het gaat over de Central Bank Digital Currency en ik denk dat het ontzettend goed is om daar even naar te kijken. Dus ben je in de Engelse taal machtig? Ik zorg dat de link hier in de beschrijving staat. Kijk even naar die uitzending. Nou, en ik werd onlangs door een van jullie opgebeld met de vraag... Bart, ontzettend fijn dat je de koersen altijd noemt... maar zou je een klein stukje context kunnen bieden... Dat vond ik een heel goed idee. Dus ik begin daar vandaag ook even mee. En ik zal dat zo nu en dan. Zal ik even kijken naar wat is nou de context van die koers van Edelmetalen. En ik begin vandaag met de koers. Het is um, uh, de 29ste, het is kwart over drie. De koers van goud is ongeveer 56.000 euro de kilo. En de koers van zilver, zo'n 665 euro per kilo. En de context is de volgende: we kijken even naar de meest recente uh, top. Zou je kunnen zeggen? Dat was eerder deze maand, namelijk 4 juni. Dus eerder deze maand. We zitten nu op de 29ste. En de koers is sindsdien ietsje gedaald. Maar de vraag is natuurlijk hoeveel? Dat is de context. Hoeveel is die koers eigenlijk gedaald? En dan daarna misschien waar komt dat door? Nou, de koers, is, de koers van goud is zo'n 4, ongeveer 4,5% gecorrigeerd vanaf die top van 4 juni en de koers van zilver ietsje meer, ongeveer 7,7 procent. Dus ja, dat is denk ik belangrijk om te weten. Hebben we dit jaar hoger gestaan? Absoluut. Hè? We gingen op een gegeven moment zo weer richting die 60.000 euro per kilo voor goud. Zilver heeft ook op bijna 750 gestaan. Dus uh, we zijn vanaf die punten, die hoogtepunten, zijn we wat verder gecorrigeerd. Maar is het in die afgelopen correctie, is dat veel? Nou ja, goed. Die, uh, dat laat ik aan jullie om daar antwoord op te geven. Want het is een antwoord dat je alleen voor jezelf kunt geven. Maar ik denk wel dat het goed is om hier even wat context toe te voegen. En ja, dan gaan we naar het eerste onderwerp. En dat uh, gaat weer over de centrale banken. Want er zijn een aantal uitspraken gekomen van uh, centrale bankiers, waaronder van de Bank of England, de Federal Reserve, maar ook de ECB. Nou, in de vorige uitzending van Goudkorts heb ik Christine Lagarde een flinke veeg uit de pan gegeven, omdat zij ja, het in haar hoofd haalde om uh, inflatie. Um, nou,. En, wat had de schuld van inflatie? Nou, klimaatverandering. Dat was schuldig. Dat was de oorzaak van inflatie. Absurde beschuldiging natuurlijk. En, en ook iets waardoor ik in ieder geval de conclusie heb getrokken... dat we de ECB maar beter kunnen opheffen. Maar wat heb, hebben die centrale bankiers nu in de afgelopen paar dagen gezegd? Nou, de rente die moet verder omhoog. In de Verenigde Staten zou dat een hogere rente worden... Dan uh, de piek van vlak voor de kredietcrisis. Ja, dat is dus een, ja, je zou kunnen zeggen in ieder geval, recente, uh, onontgonnen terrein. Uh, waarbij je overigens wel ziet dat economieën over de hele wereld, ook in de Verenigde Staten, beginnen te sputteren. En in de Verenigde Staten specifiek vind ik ook het aantal faillissementen dan wel interessant, want dat begint flink op te lopen. Als je kijkt naar die grafiek, en die kan ik even bijvoegen. Dan zie je ook dat er een versnelling in zit. En ik heb het hier vaak over de snelheid van de beweging. Nou, de snelheid van de beweging, als we kijken naar faillissementen, die loopt op. De Fed heeft niet voor niets, denk ik ook, de vorige um, uh, bijeenkomst besloten om de rente niet te verhogen. En de pauze werd ingelast. Maar de inflatie blijft hoog. En dat is ook heel logisch. Uh, maar die inflatie die blijft Vrij hoog. En dus heeft uh, Jerome Powell nu gezegd. wij gaan dit jaar de rente wellicht nog een keer of twee verhogen. Ja, gaat hij het dan ook echt doen? Dat moeten we even zien. Maar ook de Bank of England en in uh, het Verenigd Koninkrijk, ja, daar staat de huizenmarkt gigantisch onder druk. Daar heb ik het uh, een paar uitzendingen geleden ook over gehad. Omdat heel veel mensen. Ongeveer 90% van de hypotheeknemers in het Verenigd Koninkrijk. die uh, Nemen kortdurende hypotheken af. Dus die, die rente op het moment dat die in een korte tijd hard oploopt, betekent dat heel acuut problemen, financieringsproblemen voor de hypotheeknemers. Uh, in uh, Europa heeft Lagarde aangegeven, wij gaan in juli de rente sowieso nog verhogen. Nou, is staat de rente natuurlijk in, in, uh, in Europa wat lager. Uh, maar waarschijnlijk. Zullen ook in Europa dit jaar minimaal nog twee keer, zal nog minimaal twee keer de rente worden verhoogd. Ja, en ik gaf het de vorige keer al even aan, toen ik Lagarde ook de vega de pan gaf. Namelijk, landen komen in de problemen. Niet alleen maar bedrijven, niet alleen maar u en ik met hypotheken of, of met schulden die we moeten financieren. Nee, landen komen in de problemen. En wat lees ik vandaag in het Financiële Dagblad? Italië begint te sputteren. Ja. Vind ik niet vreemd. Italië heeft een schuld- naar BBP-ratio van 144%. Dus dan is het niet raar dat in dit geval premier Meloni tegen Lagarde heeft gezegd: Hé, hey, hey, um, die rente die begint fors op onze mogelijkheid om die schuld te financieren te drukken. Um, dus ja, kan het even wat rustiger aan? Eigenlijk kan het natuurlijk niet rustig gaan, want de inflatie is nog steeds hoog. Maar de financieringsbehoefte, die is hoger. En het zal me dan dus ook niet verbazen dat nu eerst Italië begint te sputteren. Maar dat ook andere landen die ook hoge schuldenposities hebben... straks ook in de problemen komen met het financieren van die schulden. En dat is ook niet vreemd, hè? want als jij alleen maar je rente... Aflost en je moet daar in je begroting rekening mee houden, dan wordt dat een steeds groter deel van die begroting. Dus ja, het is niet vreemd dat landen hierdoor in de problemen geraken. En dat zou ook zomaar, aangezien de ECB heeft bewezen, ook met die uitspraak over klimaatverandering en inflatie, een politiek instrument te zijn. Een politiek instituut. Zou het ook mij niets verbazen als een aantal landen zeggen: hé, hey, hey, dit gaat niet goed. Die rente moet naar beneden. Dat de ECB zal zeggen. Nou, dan gaan we die rente weer naar beneden uh, uh, corrigeren. Nou, ik uh, verplaats even van Europa naar de Verenigde Staten weer terug. Want. En ik heb het hier gezegd uh, bij het opheffen van het schuldenplafond tot januari 2025. Heb ik aangegeven. Nou, het zal mij niets verbazen als in een hele korte tijd. Die schuld in de Verenigde Staten met een gigantisch bedrag oploopt. Hoe kan dat? Nou, uiteindelijk dat schuldenplafond, dat is een boekhoudkundig trucje. Je kan namelijk die schulden wel gewoon aangaan, alleen je rapporteert ze gewoon niet. Dus wat heeft de Verenigde Staten gedaan? Die zagen dat schuldenplafond natuurlijk in, uh, in de buurt komen en die, hebben, ja, die zijn gewoon doorgegaan met het uitgeven van honderden miljarden. Ze hebben alleen die honderden miljarden niet gerapporteerd en dus zijn die ook niet op, dat, op die staatsschuld terechtgekomen en dus kon rustig worden overlegd over dat schuldenplafond en dat is eigenlijk een soort papieren tijger, wassenneus. Want wat hebben we gezien? Nou, begin juni, begin deze maand, komt het tot een akkoord. We gaan het schuldenplafond uitstellen tot 1 januari 2025. Drie dagen later, dat was 2 juni, drie dagen later. Op 5 juni is de staatsschuld in de Verenigde Staten ineens, helemaal niet ineens, maar ineens met bijna 400 miljard dollar toegenomen. Sinds die tijd, dus ongeveer drie weken geleden, is de schuld in de Verenigde Staten met 700 miljard toegenomen. En in die uitzending waarin ik aangaf dat het schuldenplafond werd opgeheven, heb ik aangegeven. Ik zal er niet verbaasd om, om. Ik sta er niet van te kijken. Als tegen de tijd dat een nieuw schuldenplafond moet worden afgesproken in januari 2025. Die schuld in de Verenigde Staten is toegenomen tot 40 biljoen. Ja, nou, met deze snelheid. Dan ben ik denk ik nog redelijk conservatief, want we zijn nu dus in drie weken tijd zijn we gegaan van ongeveer 31,1 biljoen naar 32 biljoen. De 32 biljoen is dus bereikt. En ja, dat is natuurlijk een een um, gestoord bedrag, echt compleet gestoord bedrag. Kun je ook nooit meer van terugkomen. Tenzij je. Nou ja, goed. Ik heb hier wel eens biljetten laten zien. van, van 10 miljard Zimbabweanse dollar. Uh, tenzij je dus. Zimbabweanse hyperinflatie uh, gaat aanjagen. Um, uh, kun je die schuld nooit terugbetalen. Daar komt de Verenigde Staten hier niet van terug. Uh, dus ja, ik ben benieuwd wat daar. in de komende tijd gaat gebeuren. Maar ik denk dat die 40 biljoen. Voor 2025, voor, een, voor januari 2025. Ik denk dat het, ja, ik weet het niet zeker. Maar het zal mij niets verbazen als ze hem gaan zien. Dat uh, vind ik toch wel, uh, um, nou ja. En iets waar, waarvoor ik dan, nou, ben benieuwd of het gaat lukken. Tegelijkertijd kijken we natuurlijk daar met enige zorg naar. Want dat betekent gewoon dat we onszelf in een nog dieper gat aan het graven zijn collectief. Uh, dus ja, en hoe we daar dan uit gaan komen? Nou in ieder geval door te investeren in iets wat, uh, wat zijn waarde relatief gezien behoudt. Dus uh, ja, ben je, uh, ben je geïnteresseerd, kijk natuurlijk even op, het, uh, op de website van Gold Republic. We hebben een spaarplan, kan vanaf 50 euro per maand tegen een half procent transactievergoeding. Dus uh, je betaalt ook nog de helft minder aan transactiekosten. En zoals gezegd, het kan al vanaf 50 euro. Nou, het laatste onderwerp waar ik het toch even over wil hebben, dat is de, die EID, de Europese identiteits app. Uh, want een kaart zal het niet zijn. Het is echt een programma dat je zult moeten installeren op je mobiele telefoon. En, en uh, zoals ik aangaf, mijn collega Alexei, die uh, heeft een heel mooi gesprek daarover gehad. Uitgebreid gesprek met, uh, met Arno Wellens. En daarop wordt natuurlijk dan ook straks jouw wallet, jouw digitale portemonnee beschikbaar. Waarin die Central Bank Digital Currency, die, die digitale euro's, kunnen worden gestald. Nou, uh, dat voorstel voor die. Digitale euro is gisteren, de 28ste, is dat bekend geworden. Ik heb al een aantal mainstream uitlaten gezien die zeggen van het wordt niet programmeerbaar, het wordt hartstikke privé en anoniem, dus maak je geen zorgen. Nou allereerst, er zit bijvoorbeeld een limiet aan hoeveel van die euro's, digitale euro's, er in je digitale portemonnee kunnen. Dat kan niet zonder... Een enige vorm van programmatuur. Namelijk een programmatuur die limiteert dat hoeveel van die digitale euro's daar in die wallet kunnen. Dus dat, die, dat er geen programmatuur aan onderliggend zit, is vals. Um, daarnaast, op het moment dat je zo'n infrastructuur bouwt, dan kan die programmatuur altijd later worden toegevoegd. Hè. De Bank of International Settlements die um, heeft daar ook van aangegeven: wij zouden wel al die central bank digital currencies in één soort Wereldportemonnee, wereld CBDC willen integreren. En zij zijn een groot fan van het programmeren van die, uh, van, die, van die portemonnee. Omdat ze jou dan kunnen dwingen of stimuleren om je op een bepaalde manier te gedragen. Nou, waar ik heel erg hoopgevend over ben, is het volgende. Ik, heb een, uh, ik ben een peiling gestart op mijn Twitter. En ja, die peiling, uh, daarin vraag ik jullie wat jullie zouden doen. Installeer je die wallet? Doe je dat met tegenzin? Ligt het eraan hoeveel euro's je gratis krijgt? Of zeg je nooit een keer. Nou, en ik vind het ontzettend gaaf en ook heel erg hoopgevend en bemoedigend. Want nou één, op die peiling is ruim 2300 keer gereageerd. Ik heb nog nooit een peiling uitgezet waar zo vaak op gestemd is. Uh, en 78% van jullie zegt, nou nooit een keer. Ik ga het gewoon niet doen. Zelfs niet, zag ik in de reacties, als daar duizend digitale euro's in worden gestort, doe ik het nog steeds niet. Ik doe het niet, met andere woorden. Nou, ik vind dat hoopgevend. Het geeft ook aan dat een hoop mensen, denk ik, um, zich bewust zijn geworden van... Misschien goed, goed bedoelde intenties hoor, van overheden. Maar dat uiteindelijk, kijkend ook naar die hele corona-episode. Um, uh, er allerlei dwangmaatregelen kunnen worden opgelegd. die onze vrijheden beperken. En heel veel mensen zijn daardoor um, ja, geactiveerd. Uh, heel veel mensen hebben bedacht: oké, okay, nou, dit wil ik niet nog een keer laten gebeuren. want dat heeft me heel veel gekost. En ik vond het dus erg. Mooi om te zien dat zoveel van jullie zeiden: Ik ga het niet doen. Nou, met die hoopgevende en mooie boodschap sluit ik deze aflevering af. Vond je dit weer een mooie uitzending? Like deze video dan even. Deze video's worden tussen de 5.000 en 15.000 keer bekeken. Zorg even dat we in ieder geval deze video naar 1000 likes krijgen, bijvoorbeeld. Dat helpt ons ook echt. Ja, ben je nog niet geabonneerd op het YouTube-kanaal? Mijn ambitie: nog steeds voor 2023, 50.000 abonnees. Dus help ons daarmee. En abonneer je op het YouTube-kanaal. Of vraag iemand anders dat even te doen. Uh, ja, laat natuurlijk ook hieronder eventueel een comment, een vraag of een opmerking achter. En dan zien we elkaar bij een volgende aflevering van Kort.